Leonore Chouet en Chantal van Amerongen. Goedemorgen van Gerages en Zoon Schoonmaakbedrijven. Ik zat gisteren even op Facebook, zag ik deze foto. En dat ging over oliebollen. Wat heeft dat met schoonmaken te maken? Heel weinig. Als je morst, maar verder. Het was wel een hele leuke actie. Ja. Afgelopen vrijdag. Eigenlijk heb ik van tevoren allemaal zakken verstuurd. En naar klanten, personeel, maar ook potentiële klanten. Dat ze de zak met oliebollen, tenminste de zak mochten vullen met oliebollen. En dat was wel spannend, maar er kwamen heel veel mensen op af. Maar ik heb ook een lekker vers oliebolletje meegenomen. Ja, als ik ga morsen, dan ik ga straks even proeven. Ja, strakjes. Ga straks even proeven. Leonor, je vertelde de vorige keer over convenience richting de klanten. Maar je hebt natuurlijk ook zoiets als convenience richting de medewerkers. Want dat is broer en zusje van elkaar. Ja, dat is juist heel belangrijk natuurlijk. Onze medewerkers zijn ons visitekaartje. Zij zijn dagelijks bij onze opdrachtgevers aanwezig om de schoonmaak te verzorgen. Dus ook naar hen toe bieden we heel veel aandacht aan de service convenience. Dat start als ze bij ons in dienst komen. Dan krijgen ze het service convenience boek uitgereikt. En neemt de leidinggevende dat ook heel uitgebreid per onderdeel met ze door. Zodat ze precies weten wat wij daarmee bedoelen en hoe zij die in de dienstverlening in kunnen zetten. En gedurende het jaar organiseren we regelmatig op zaterdagochtend informatiebijeenkomsten voor de medewerkers die al langer in dienst zijn. Zodat ook bij hen die kennis up-to-date blijft. Dat ze onderling ervaringen uit kunnen wisselen. Zodat het echt goed aandacht krijgt, ook gedurende een langer dienstverband. Maar ook opleidingen bijvoorbeeld zijn een heel belangrijk onderwerp met betrekking tot de service convenience. Schoonmaken is echt een vak. Dus we zorgen dat onze medewerkers allemaal de vakopleiding schoonmaak volgen. En ook wanneer zij gedurende hun dienstverband bij Raggers aangeven dat ze zich verder willen ontwikkelen, dat ze ook op specialistische taken ingezet willen worden, zorgen we dat zij daarvoor opgeleid kunnen worden. Dan kan je denken aan bijvoorbeeld glas- en gevelreiniging, vloeronderhoud, het zetten van coatings, maar ook de roltrap- en liftenreiniging. Maar wat ook vaak gebeurt en waar we altijd heel blij mee zijn, is wanneer medewerkers aangeven dat ze ook de ambitie hebben om bijvoorbeeld op een leidinggevend niveau ingezet te gaan worden. He, wanneer we ze goed kennen en we weten dat ze bij ons bedrijf passen, ze hebben die ambitie en ze hebben echt dat Raggersgevoel, dan laten we ze heel graag doorgroeien naar een dergelijke taak. Verder is natuurlijk bij ons ook de werkkleding een belangrijk onderwerp. We zorgen dat onze medewerkers comfortabele, mooie werkkleding dragen, waardoor ze er representatief uitzien en op een prettige manier hun werk kunnen doen. En we hebben natuurlijk ook taken waarin veiligheid een onderwerp is. Er zijn de veiligheidsrisico's. En dan zorgen we dat we voldoende en goede PBM's beschikbaar stellen, zodat zij het werk zonder risico's uit kunnen voeren. En wat misschien wel het allerbelangrijkste is, dat we zorgen dat we regelmatig gezellige bijeenkomsten organiseren. Feestjes waar alle medewerkers uitgenodigd worden, waar we met z'n allen wat gezelligs doen, zodat zij zich ook echt een onderdeel van de Raggersfamilie voelen. Hoe vaak doe je dat? Oh, een aantal keer per jaar. Nee. We zoeken iedere keer wel een gelegenheid om iets leuks te organiseren. We bedenken wel weer wat. Jullie hebben een samenwerking met Prieskin, hè? Ja, dat is ook een heel bijzonder onderwerp met betrekking tot de service convenience. Gezondheid is waarschijnlijk het waardevolste bezit van de mens. En de directie heeft besloten om in samenwerking met Prescan twee pakketten te selecteren. Dat wordt aangeboden aan onze medewerkers. En dan kunnen zij preventief hun gezondheid laten beoordelen. En laten kijken of er misschien aandachtspunten zijn met betrekking tot hun gezondheid. Waar ze aan kunnen gaan werken om te zorgen dat ze gezonder ouder worden. Maar dat is een gescheiden circuit, neem ik aan. Voor de privacy. Klopt, en zo. Absoluut. Wij als werkgever hebben daar geen enkel inzicht in. Nee. Nou, dat personeel, met, zeg maar, met die convenience moet je controle uitoefenen. Je zit door het hele land heen? Klopt. Of is dat zo? Ja. We zijn door heel Nederland en zelfs ook wel eens daarbuiten actief. Dat klopt. Maar hoe doe je dat controleren dan? Nou ja, dan natuurlijk de leidinggevenden die daar een rol hebben. Maar we hebben ook al eerder verteld over ons reviewteam. Dat zijn medewerkers die bij al onze opdrachtgevers regelmatig aanwezig zijn en met een objectieve blik ook kijken naar het werk wat we uitvoeren. En zij sturen ook onze medewerkers erin. Houden heel goed in de gaten of die service convenience nog steeds goed wordt toegepast. En over het algemeen gaat dat goed? Ja, absoluut. Daar zijn we heel zuinig op. En sommige mensen moet je dan op het matje roepen? Nou, op het matje roepen. In ieder geval voldoende aandacht aan besteden. En corrigeren als het niet helemaal is zoals wij dat verwachten. Je hebt een speciale spaaractie ontwikkeld voor klanten. Klopt. Ja, ik heb iets leuks bedacht. Ik heb even gekeken, maar dat ziet er leuk uit. Ja, hoe, werkt dat precies? Dat is vanaf 1 januari gaat deze actie lopen. En het is eigenlijk zo, wij richten heel veel sanitair groep in met mooie automaten en dergelijke. Maar we regelen dan ook de vullingen. Dus het handdoekpapier, de zeep. Daar heeft de klant geen omkijken naar, dat vindt hij prettig. Maar het is eigenlijk zo, hoe meer wij kunnen inkopen, des te grotere korting wij kunnen bedingen van onze leverancier.
En ik dacht, nou, met de spaaractie wil ik een stuk teruggeven aan de klant. Dus met iedere 15 euro die ze spenderen aan toiletpapier, handdoekpapier, krijgen ze punten. En daarvan kan je leuke cadeautjes uitzoeken. En wij doen het eigenlijk vanuit het facturatiesysteem gaan we bijhouden hoeveel punten de klant heeft gespaard. En dan houden we ze ieder kwartaal op de hoogte van, goh, u heeft al zoveel punten gespaard. Nou, leuk, en dan kunnen ze iets leuks, voor iedereen wat leuks tussen. Dus, leuk initiatief. De roltrappen, dat is een heel belangrijk iets bij jullie. Klopt. En vertel eens. Nou, dat is een, wij doen heel veel roltrappenreiniging, liftenreiniging. Dat doen wij door heel Nederland en daarvoor gaan we ook wel eens de grens over. We hebben een hele specialistische machine daarvoor laten ontwikkelen. Maar ook een heel specialistisch team die ook met die machine overweg kan. En ook met de machine mag werken, maar ook de roltrap mag schoonmaken. Het is eigenlijk zo, de buitenkant van de roltrap, dat zijn de treden en de opstapplaten en het RVS. En welke dat reinigen klanten we. Moet je dan wat denken? Ja, we doen het bijvoorbeeld bij de Bijenkorf, Hennis en Maurits, Koon is een grote opdrachtgever. En de kauwgom en alles gaat eraf? Ja, kauwgom gaat er helemaal vanaf, dat borstelt de machine heel goed schoon. Maar daarnaast doen we ook liftenreiniging. Zowel, dat is eigenlijk de liftschachten inwendig reinigen en de put, maar ook de buitenkant van de lift coaten we zelfs. En de inwendige reiniging van de roltrappen. Dan is eigenlijk, voordat de monteurs erin gaan, wordt de lift of de roltrap opengebouwd. Nou, onze jongens gaan erin, maken die hele omgeving schoon, zodat de monteurs goed hun werk kunnen doen. Nou, dan wordt de roltrap weer dichtgebouwd. Dan maken wij weer alles eromheen schoon. Daar moet je echt een goede opleiding voor hebben. Ja, daar moet je ook alles certificaten. Vooral die lift is levensgevaarlijk, is dat niet goed. Ja, is heel belangrijk. Maar daar hebben ook alle jongens, onze specialisten. Ja, VCA-opleiding, specialistische opleiding. Hoe gaat het nou met het overdragen van de directietaken? Want de directie wordt wat ouder en jullie worden steeds ervarener. Hoe gaat dat dan? Nou, gelukkig hebben Gitte en Peter senior aangegeven nog heel lang actief bij Raggers betrokken te blijven. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ja. Maar het is wel zo inderdaad dat Peter junior, Chantal en ik langzamerhand wat van hun taken over gaan nemen en die stap gaan zetten. Oké, nou, dus continuïteit is gewaarborgd. Absoluut. Zeker. Wilt u meer informatie, wilt u misschien cliënt of wilt u nog vetten, kijkt u dan op onze site.